Wat je zou moeten doen, is op korte termijn stimuleren. Zorgen dat de vraag weer terugkomt, het vertrouwen terugkomt. Dat mensen weer huizen durven te gaan kopen. En dat bouwondernemers weer kunnen investeren. Bijvoorbeeld aan energiezuinigheid. En met een heel goed hervormingsplan komen voor de komende 20 jaar. En dat over 2 jaar, als die markt zich weer hersteld heeft, heel rustig gaan invoeren. En ja, met name de kredietransonering die we toepassen. Dus enerzijds het aanscherpen van de normen. Dat gebeurt via de gedragscode hypothecaire financiering. Waarbij de tabellen die eronder liggen ieder jaar aangescherpt worden. Ja, en de wijze waarop banken hypotheken verstrekken. Want daar wordt natuurlijk aan gevraagd van ja, je moet herkapitaliseren. Dus wees terughoudend met het verstrekken van hypotheken. Ja, dat is natuurlijk, beide is dat een giftige cocktail voor de woningmarkt. Dus aan de ene kant starters het moeilijk maken om een hypotheek te krijgen vanwege de normen. En aan de andere kant ook nog eens de mogelijkheden voor het aanschaffen van een hypotheek beperken. Ja, dan krijg je vraaguitval aan de onderkant van de markt. Dat zie je op grote schaal plaatsvinden. Ook die regeling per 1 januari is natuurlijk uiterst ongelukkig. Waarin we gezegd hebben van ja, nieuwe toetreders die gaan volledig aflossen. Die gaan 100 tot 200 euro meer betalen ten opzichte van de zittende gevallen. Ja, alle adviseurs en deskundigen geven juist aan van ja, je moet juist iets extra's voor die starters doen. Als je die nou weer helpt, hè, ja, dan gaat die woningmarkt dat ook weer lopen. Nou, precies het tegenovergestelde doen we. We maken het juist voor die groepen zwaarder. Er is bijvoorbeeld een mooi experiment nu van de Vereniging Eigen Huis, waarin ze, dat heet Door, waarin ze dan een keten organiseren en dat iedereen 1% van de verkoopprijs aan die starter subsidieert. Kijk, dat helpt. Dan gaan mensen kunnen makkelijker zijn in staat om te kopen. En als een starter instroomt, ja, dan krijg je een keten. Dan kan doorstromer ook zijn huis verkopen en kan die weer doorgaan. Nou, dat is exact wat we dus niet doen en waar we dus grote blokkades leggen. Nou, dat is ergens wel te begrijpen dat het gebeurt vanuit een macro-economisch perspectief. Je ziet dat met name de rating agencies, maar ook de IMF, die staren zich helemaal blind op die hoge nationale hypotheekschuld in Nederland. Die is rond de 650 miljard. Die is hoog natuurlijk. Maar ja, we hebben in Nederland de laagste betalingsachterstanden van heel Europa. We hadden, en nog wel denk ik, het minste aantal gedwongen verkopen. Dus vanuit het perspectief van die markt was er weinig reden toe. Ja, vanuit de toezichthouders, die kijken naar die macro-gegevens en die kijken of de regering hervormingen doorvoert. Nou, dat doen ze nu. Ja, en daarmee redden we onze AAA-status. Nou ja, daar redden we misschien op jaarbasis 5 of 6 miljard mee. Maar ja, als je ziet wat een enorme kosten dit beleid met zich meebrengt, dan is de vraag of dit niet pennywise pound foolish is. Wat zou het beleid dan wel moeten zijn? Nou, wat er moet gebeuren is een soort kick-off van de woningmarkt, een soort stimulans de komende jaar, waarbij mensen weer vertrouwen krijgen en met name mensen aan de onderkant weer kunnen instromen. Dus gewoon een aantal subsidies verstrekken en zorgen dat die financieringsvoorwaarden wat minder rabiaat worden toegepast. Dus pak gewoon de norm uit 2008 of 2009, dus niet die aangescherpte normen. Zodat mensen gewoon weer een hypotheek kunnen krijgen. Nou, duw maar dat je dat doet, ben ik van overtuigd, zal die woningmarkt binnen een jaar zal die hersteld zijn. Dus dan zie je weer stabilisatie van de prijzen en durven mensen ook weer te gaan kopen. Want dat is een van de problemen. Als je kijkt naar het vertrouwen in de woningmarkt, dat meten we hier op het OTB voor de Vereniging Eigen Huis iedere maand. Dat is eigenlijk nog nooit zo laag geweest. En dat zit dan de laatste 3 maanden op een dieptepunt. Dus ja, dat vertrouwen komt dan weer terug. Mensen gaan weer investeren. Ja, en dan kun je geleidelijk aan een aantal structurele hervormingen gaan doorvoeren. Kun je ook wet- en regelgeving voor ontwikkelen. Nou, dat kun je nog in deze kabinetsperiode doen. Over 2 of 3 jaar kun je dat invoeren. En dan kun je heel geleidelijk die hypotheekrente aftrekken, kun je uitfaseren. Zoals ze dat in vrijwel alle West-Europese landen hebben gedaan. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Hè? Want nu, ja, met die beperkte hervorming, hebben mensen nog steeds het idee van ja, er hangt ons nog iets boven het hoofd. En je kunt tegelijkertijd ook de belastingen verlagen dan. Hè? Je kunt gewoon ordentelijk naar een nieuw systeem toe. Hè, dus zorg nou eerst dat de boel op orde komt. Stimuleren. Zorg dat je wat aan energiebesparing doet. Maak die regels minder stringent. En bereid goede hervormingen voor. En voer die ook in. Nou, er liggen prachtige plannen. Hè. We denken aan Woning 4.0. Unicum, hè. 4 maatschappelijke organisaties. Vereniging Eigen Huis, Edis, de Woonbond, NVM. Zou je niet verwachten dat die tot een gemeenschappelijk akkoord kunnen komen voor de woningmarkt. In het verleden vochten die elkaar letterlijk de tent uit. Maar die hebben nu echt een gemeenschappelijke visie. Wordt ook ondersteund door organen als de SER, als de Vromraad in het verleden. Ja, de meeste deskundigen, de adviseurs geven dit aan. Dus ja, de bal hoeft alleen maar ingekopt te worden.